Dag dames en heren, welkom bij deze nieuwe 30-daagse video van Weerplaza. Nou, vorige week hebben we het al behandeld. Maart is dit jaar een behoorlijk wisselvallige en soms ook onstuimige maand. Met regionaal veel neerslag. In het zuiden van het land is inmiddels her en der al meer dan 100 mm gevallen. Een normale hoeveelheid neerslag in maart bedraagt tussen de 50 en 60 mm. Dus dat is echt fors meer en zeker ook veel meer dan we de afgelopen jaren hebben gehad. Nou, daarbij staat met name deze week ook van tijd tot tijd veel wind en dat zie je met name op de stranden. Opwaaiend zand, niet heel veel voorkomend in deze tijd van het jaar, maar momenteel dus wel. En dat heeft alles te maken met een krachtige weststroming. Dat zien we ook op de kaart voor deze week, maar ook volgende week. Die weststroming, die straalstroom als het ware, ligt eigenlijk praktisch boven ons hoofd. Veel lage drukgebieden. Hoge druk vinden we boven het hoge noorden van Europa en boven het Middellandse Zeegebied en Noord-Afrika. Maar verder heerst lage druk in Europa. En dat betekent veel neerslag, van tijd tot tijd een stevige wind en vooral ook in onze omgeving. De temperaturen, ja, dat wisselt een beetje. Wij liggen een beetje op de grens tussen de kou in het oosten en de warmere lucht in het westen-zuidwesten. En die grens zwabbelt een beetje heen en weer. De ene keer komen we wat meer in de warme lucht terecht, zoals de afgelopen dagen. En dan weer breidt de koude lucht zich wat verder naar het westen uit, waardoor de temperaturen omlaag gaan. Nou, en dat beeld zien we ook op de temperatuurpluim. Momenteel hebben we nog met temperaturen boven gemiddeld te maken van een graad of 15 vandaag. De komende dagen daalt het kwik vervolgens tot iets onder de 10 graden. Met in de nachten zelfs kans op een paar graden vorst. Duidelijk te koud weer voor de tijd van het jaar. Maar in de loop van volgende week komen we weer in die wat warmere zuidweststroming terecht en gaat de temperatuur stijgen naar een graad of 15 en in het zuiden van het land mogelijk nog wel wat hoger dan dat. Maar daarna, ja, steekt toch weer waarschijnlijk een oostenwind op of een noordoostenwind en gaat die temperatuur weer een beetje naar beneden. Nou, die lage druk gaat dus gepaard ook met veel neerslag en dat zien we ook op de neerslagkaart voor volgende week. Vrijwel heel West-Europa, Centraal-Europa is groen gekleurd, betekent duidelijk meer neerslag dan normaal, met lokaal wel 40 of 50 mm meer dan gemiddeld. Dat betekent dat april waarschijnlijk ook behoorlijk nat van start gaat, in tegenstelling tot de afgelopen jaren. Kijken we dan iets verder, richting half april, dan zien we dat die straalstroom wel wat gaat afzwakken. Gaat ook iets meer naar het zuiden verplaatsen, maar de lage drukinvloed wordt duidelijk minder en dat betekent dat het geleidelijk droger wordt. Dat heeft alles te maken met een in kracht toenemend hoog drukgebied boven Scandinavië waarschijnlijk. Tenminste, dat signaal is wel heel duidelijk aanwezig. En dat betekent dat de wind bij ons frequenter uit een oostelijke tot noordoostelijke richting gaat waaien. Nou, in deze tijd van het jaar hoeven we uit die hoek nog niet heel veel warme lucht te verwachten. En dat zien we ook op de temperatuurkaart voor dezelfde periode. Blauwe kleuren nemen geleidelijk West-Europa over. Dat betekent temperaturen beneden het langjarig gemiddelde. En het langjarig gemiddelde voor de eerste helft van april bedraagt zo'n 12, 13 graden overdag en een graad of 4 s'nachts. Maar met deze kaart kan het zomaar zijn dat we weer een aantal nachten met vorst krijgen. En overdag temperaturen soms echt ruim beneden de 10 graden. Nou, dan is lente weer natuurlijk ver te zoeken. Of daarbij dan nog buien vallen en of dat dan misschien ook winterse buien zijn, dat moeten we nog even afwachten. Maar ook begin en zelfs half april is dat niet heel uitzonderlijk. We hebben het de afgelopen jaren vaker gezien. Nou, de week daarna, de week van 10 tot 17 april, zien we dat blauwe signaal wel wat afneemt. Maar rode kleuren zijn eigenlijk niet zichtbaar. Dat betekent dat de warmte echt boven het zuiden, verre zuiden van Europa, opgesloten zit. En dat we daar de komende tijd toch niet mee te maken gaan krijgen. Dat de kaart wit kleurt heeft te maken met de grote onzekerheid. Er is een groepje berekeningen dat het voorlopig koud laat. Ook in deze periode, met temperaturen ruim beneden het langjarig gemiddelde. Maar tegelijkertijd is er ook een groepje berekeningen in de weermodellen dat het wat warmer laat worden. En daardoor kleurt het op de gemiddelde kaart, zoals je hier ziet, grotendeels wit. Rondnormaal dus, maar dat wil niet zeggen dat het ook normaal verloopt. Het is gewoon te onzeker in die periode en we moeten even afwachten de komende tijd welke kant het uiteindelijk opslaat. Nou, dat het wel wat droger wordt, dat lijkt vrij zeker, met name door dat hoge drukgebied ten noorden van ons. Wat meer oranje kleuren, dat betekent dat de kans op neerslag in de loop van april toch gaat afnemen. Waarschijnlijk ook meer ruimte voor de zon. En de zonkracht wordt natuurlijk al wat hoger. En dat betekent dat het met name overdag sneller kan opwarmen. Maar dat koude nachten, tot in ieder geval half april, heel zeker tot de mogelijkheid blijven behoren. Ik wens u een goed weekend.